Vandaag is het team bij Mark en Sita. Ja, qua verwachting, we laten ons echt verrassen. We hebben ons ook opgegeven. En we geloven wel dat het goed komt. Want Ivo maakt altijd hele mooie tuinen. En dat gaat hij ook met onze tuin doen. Het slechte kan nooit worden. De tuin is natuurlijk niet af als er niet ook met verlichting iets gedaan wordt. Ik doe dat in dit geval met deze tuinfakkels. Het leuke daarvan is, je ziet het nu al, het gaat een beetje flikkeren. Dit is allemaal open en dan lijkt het alsof je een echte fakkel in je tuin hebt staan. Deze werkt op batterijen. Er zit een afstandsbediening bij en die kan je aanzetten 4 tot 6 uur. En je kan hem tussendoor natuurlijk ook gewoon uitzetten. Ook heb ik nog 2 lampen opgehangen die op zonne-energie werken. En die werken weer met een sensor. Met het ontwerpen van zo'n tuin dan ben je goed aan het kijken wat past bij elkaar en hoe wil ik het precies in elkaar zetten. Ik hoop dat het me gelukt is. Doe jullie ogen maar open. Is dit onze tuin? Oh. Wauw. Hier is een klimmuur. Tof. Oh, dit is wel super cool, Mark. Ja, dit is echt. Hier, stadstenen.